Kijkers van Online Crims, en ik ben terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survive. Goed jongens, welkom terug bij een gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk lekker verder waar we gisteren zijn gebleven. Ja, het komt verder helemaal goed, goed, prima, goed, ja. Zoals jullie natuurlijk zien, hebben we gisteren natuurlijk twee snow golems erin gezet hier. Prachtig. Wij gaan eerst even lekker slapen. Zo. Goed, perfect. Dan gaan we eens even kijken. Had ik trouwens toch eigenlijk een foto van gemaakt, of niet? Nee, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Heel even. Dan moet die gozer ook even kijken. Kijk! Wat verdomme, kijk nou. Hallo! Draait die andere ook weer zich om. Nou, die andere nog. Ik kijk ze allebei om. Dan kijkt die andere niet. Ja, dus. Zo. We hebben veel de ruimte. Hartstikke mooi, man. Oh ja, wacht, we willen nog wat glowstone hier erop zetten, natuurlijk. Dat moet ook gedaan worden. Dus ik heb wat glowstone nodig. En wat hadden we hier? 34. We hebben 98 glowstone. Ziet natuurlijk hartstikke mooi uit. Zo. Zou het niet te warm worden als we hier gloeien? Nee, ik denk dat dat iets te warm gaat worden. Ik heb wel heel even snel nodig. Uiteindelijk gewoon over aan de hoek, dus twee van die snel van hem maken. Alleen gewoon maar twee. Kijk of dat voldoende is. Kijk zo. En hier één. Dan heb ik er nog vier. Kijk. Geweldig. Als je nou heel even in die hoek gaat staan, die hoek gaat meepakken. Oh,
Ik wil dat jij even in die hoek. In die hoek. Zo. Ik doe. Jou neem ik. Even. Waar zit die roze nou? Ik weet wat jij wil. Je wilt er hier uit, want dat gaat niet gebeuren. Prachtig, toch? Ja, jullie vinden het wel leuk. Mooi, prima dak. Wij moeten ons focussen op de volgende stuk. Want wat moeten wij nog gaan doen? Voor de mensen die het natuurlijk nog niet weten. Waarom we zijn nog steeds bezig met de dierenfarms? Want we moeten er nog een aantal dierenfarms doen. Laat ik ook over een bordje neerzetten met welke dierenfarms bij welke hoort. Dat is misschien ook het beste. Ik heb 5 bordjes, dat zou evenwel voldoende zijn. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling dat we dat even gaan doen. En dat we weer vandaag ons gaan richten op de dierenfarms. En als wij die dierenfarms af hebben... Dan denk dat we eerst de molen of vuurtoren gaan doen. Moeten we nog even gaan kijken. Ik mag gewoon hier. Ik zeg er al gewoon... kippen? Ja, kippen. De kippen. Die staan hier. Dan staan hier de... Dubbel P of 1P? Nou, ik weet het allemaal niet meer. Ja. Kijk, zo goed ben ik in het Nederlands, hè? Goeien. Varkens, dan moeten wij konijnen. Laten we de konijnen hier neerzetten. Konijnen zijn wel lekker snel. Maar toch moeten ze er staan. Dan moet ik even gaan tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 14. Maar 11 breed, dus dan moet ik heel even hekjes. Laat ik die gewoon nu meteen even pakken. Hekjes, wit. Dit zijn natuurlijk de bruin en dit zijn wit. Hekjes dus. Maar dan moeten we ze goed bijhouden. Misschien kom ik hier niet elke dag. En dan ja, ben ik gewoon druk bezig en dan denk ik van... Wow. Toch moet je dat goed bijhouden. Hier zit hout in. Ik laat die kist staan. Want als wij een volgende project hebben, kunnen we dat natuurlijk hier allemaal neerzetten. Maar ik laat die kist dus staan. Dit hout heb ik niet nodig. Wit.
die nodig? Ik heb stokjes, dat heb ik niet. Ah, dan geeft hij dat weer aan. Oh. Om er een poortje van te maken. En dan gaan ze even nog zo. 33 is te weinig. Oh. Dan ga ik nu iets heel raars doen wat ik nu ga doen. Ik weet wat hij wil gaan doen. Pakken we dit weer op. Ik kom net 2 tekort. Oh. Zie je nou wel? Dat heb ik gewoon vanwege die fucking stokjes. Oh. Hier nog fucking veel hout. Mm-hmm. 51, voldoende. Kijk. Genoeg hout nog, hè? Waar mijn fuckers? Oh ja, 24, dat is voldoende. Hebben jullie alle hoeken gedaan? Die hoek niet. Dat is die andere. Oh, daar, hoi vriend. Lekker mooi vol met sneeuw. Nee, we laten dit gewoon staan tot aan de carnaval. En als de carnaval is, dan doen we dat ook. Dan doen we dat weg. Dan komt er natuurlijk niet meer terug, want ik ga iets niet afrikken en dan weer heropbouwen. Dat is helemaal gedoe, ja. Als we dat hebben gedaan, ja, dan staat het een tijdje stil. Ja, misschien Pasen. Want dat is richting de lente, dan doen we er gewoon een mooie bloemenbak. Dat hebben we natuurlijk ook wel eens vaak gedaan. Ja, 11 moet dit zijn, hè. 1, 2, 3, 4, bij 5 moet die. Want die moet 1, 2, 3. Dus dan moet hier 1, 2, 3, 4, 5. Die. 1, 2, 3, 4, 5. Deze eigenlijk helemaal tot aan hier komen. Deze natuurlijk ook. Volgens mij dat... Dat gaat mij niet lukken in een rechte lijn. 14. 1, 2, 3, 4, oh. Dan ben ik dat kwijt. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja. Hier moet natuurlijk de steen komen. Die moet natuurlijk hier. Dat heb ik gewoon. Bij 1, 2, 3, 5 dus. 1, 2, 3, 4. 5 was dat. Nou was er nog 2 keer zo. 1 en dus 2 1 2 3 4
ik deze nog een keer en dan helemaal zo. Dan heb ik juist wat steen nodig. Het spijt me zeer, jij zit een beetje in de weg. Dus als jij alsjeblieft weg wilt gaan. Is daar nog een blokje? Nee. Dat zou ik heel fijn vinden. Konijntje! Oh! Ja, die konijnen van die gaan we daar neerzetten. Toch hier nooit wat ertussen. Denk het van niet. Misschien een gangetje. Ja, wat zit hier? Wat zou hier achter zitten? Zullen we eens gaan kijken? Wat zit hier achter? Zit er iets vets, iets koels? Iets wat ik hier graag. Zit wel. Mooi, hier kunnen we gewoon verder op gaan bouwen. Zeg. Ik zou daar dan niet vanaf springen, anders komen we dat nooit vanaf. Nou, een gangetje kennen, we hebben ook hier gewoon de tunnel. Dat was de eikbloem dat we hier. Ja, hier zag ik zo'n gat in één keer. Ik denk van, het is wel een leuk plek. Dus ik denk van, weet je wat, we graven gewoon een tunnel. Ja, we gaan gewoon dwars door deze berg heen, hè. Ja. Ik heb wat steen nodig. Maar goed dat ik er wat heb gesmolten. Oh, wacht, dat is glas. Dan ruim ik even allemaal op. De hout. Ik heb overigens een glas bij. Die heeft wel glas gezeten. Wat heb ik alweer nodig? Ja, steen. Dan kunnen we nu nog niet verder. Ja, ik voel zeker twee stacks meenemen. Weet je wat, doe één stak terug. Eén stak terug. Want, dan gaan we 8 pakken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, hop. Smelten die zooi. Ja, we kunnen dus nu niet verder gaan. Je moet er ook wat aan gaan doen. Maar dat snel, het gaat in één keer smelten. En hier. Gewoon even liggen. We moeten gewoon ook snuffen. Maar ik zal jullie even laten zien wat er nog gedaan moet worden. Hooibaal, die moeten we ook een keertje nog allemaal gaan maken. De kippenfarm. Er zijn de schapen, helemaal niets. Ja, ik heb natuurlijk ook glowstone in de grond gedaan voor mooi prachtig licht. Dit natuurlijk ook. Hier! We moeten dat nog allemaal gaan uitgraven. Dan moet ik even vertellen hoe breed en zo. Maar, dus hier zo komt dus de muur, dus dit gaat weg. En dan gaat dit stuk ook hier zo weg. En ja, dan gewoon graven, hè. In deze fucking berg! Daar gaat het om. Ja, we moeten misschien ook nog een paarden
ja, hoe gaan we die... Misschien praat hij iets heel bijzonders. Want ja, om daar verder neer te zetten, dat is misschien een beetje te ver. Maar ik wil alles gewoon aan één kant. Dus dan moeten we even daarvan gaan kijken. Maar dat komt helemaal goed. We hebben nog genoeg te doen in Minecraft, jongens. We hoeven ons absoluut niet te vervelen in Minecraft. Ik verveel me natuurlijk niet in Minecraft. Het is natuurlijk een hartstikke leuke game. Ja, misschien moeten we... Ja, die gebruik ik ook ben. Die moeten we misschien ook even daar neer gaan zetten. Ik vind het ook wel wat te hebben om die gloeistone in de vloer te doen. Hier natuurlijk gewoon opleggen. Dat is wel wat mooier dan die palen met pompoenen. Dus eigenlijk heb ik die pompoenen niet nodig. Officieel niet. Maar ik heb het natuurlijk wel altijd. Die zitten ook hier allemaal 43. Voor Halloween natuurlijk. Goed, ik ga het gewoon hier zo bij laten. Jongens, wij zien elkaar natuurlijk gewoon weer lekker morgen weer terug. Ik hoop dat jullie er dan ook bij zijn. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!